de scholen zijn afgelopen en de schoolfeesten die breken los. Nou is er bij het Marcus College één voordeel, want ze bezitten een eigen schoolband. En die zit hier bij me. Jullie schoolband heeft ook een naam, hoe heet die? De Southern Bells. De Southern Bells. En uit hoeveel mensen bestaat die band? Want jullie zijn niet compleet, hè? Vijf. Ja, vijf geloof ik. Zijn jullie wel compleet? Aha, ik dacht dat er een op vakantie was. Southern Bells, jullie hebben meegedaan met een wedstrijd. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat was de schoolband van het jaarcompetitie. En dat werd georganiseerd door Veronica, Philips en Coca-Cola. Daar deden 30 bands aan mee. En wij zijn meegedaan eraan mee. En toen zijn we 7e geworden. Dat is niet verkeerd natuurlijk. En dat waren bands uit het hele land? Ja. 7e geworden, waarom hebben jullie niet gewonnen gewoon? We waren te clichématig en we gingen niet mee met nieuwe stromingen zoals hip-hop en house. Dat was eigenlijk de kritiek erop. Dus... Kregen jullie daar een juryrapport van? Ja, het is, we hebben niet echt een rapport gehad, maar na elk optreden werd er dus in een aparte hoek werd er commentaar gegeven op de band. En iets wat voor iedereen gold was dat er eigenlijk veld van rockmuziek werd gepresenteerd. En niet iets van house of zo, dat soort, zulke soort genres. Dus iedereen kwam eigenlijk met rock en daardoor was de competitie onderling ook best wel groot. Hebben jullie nou, ik ga even naar de zanger, hebben jullie nou veel fans? Nou, we hebben, nou redelijk, we hebben zelf vrij veel promotie gemaakt op school met posters en zo. Dus nou hebben we redelijk naambekendheid en we hadden 50 man mee naar de megafestatie. Dus en er zijn nog wel meer fans, dus redelijke fans, redelijk aantal. Spelen jullie ook op schoolfeesten of is dat echt alleen hier voor de privé? Nou, we gaan waarschijnlijk wel wat meer op schoolfeesten en zo spelen, maar voorlopig... ik ga eens op vakantie, dan zien we wel weer, ja. En jullie repertoire, waar bestaat dat uit? Waar bestaat het uit? Het bestaat voorlopig nog uit eigen nummers. Covers zijn we er niet zoveel aan toegekomen. Daar hebben we net van de week over gepraat, wat we allemaal gaan doen. Maar we bestaan nog niet zo lang, dus het repertoire is dan wat wij spelen, zeg maar, gewoon stevige rock. Klein beetje jazz-invloeden. Maar we vinden het zelf leuk. Dus. En dat is stevig repertoire, de geluidsman die zit mooi in de stoel erbij. Moet je daar veel aan bijstellen of valt dat wel mee? Nou, het wordt eerst allemaal in elkaar gezet en dan tijdens het optreden dan stel ik het allemaal een beetje in. Precies die zonder muziek. Nou, ik ging er expres een beetje voorstellen. Hey, jullie hebben opnames van dat optreden. Wat gaan jullie daarmee doen? Nou ja, we gaan tijdens elke optreden wel wat fout. En daar aan de hand van zo'n video-opname kan je jezelf natuurlijk verbeteren. En ja, wat we ermee gaan doen, mensen die interesse hebben, die kunnen wel wat voor regelen, zeg maar. Het moet gewoon zo wijd mogelijk verspreid worden, we moeten bekend worden ermee. Hoe lang bestaan jullie? 5 maanden. En jullie zijn allemaal bij elkaar gekomen door het Marcus College? Nou, eigenlijk, ik bedoel, Arjan bij mij in de straat en die ken ik van vroeger eigenlijk nog wel. Charles ken ik 5 jaar of zo. Ja, gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Ja, Rijk is mijn extra aanstaande zwager. Dus ook is hij erbij gekomen. En Stef is weer een vriend van Rijk en ja, ook van Marcus natuurlijk al. We zitten allemaal op het Marcus. Ja. Of hebben erop gezeten. Ik denk dat het leuk is om eens te gaan kijken wat jullie gepresteerd hebben. Hoe heette dat waar jullie mee gedaan hebben? Hoe heet het precies? Megafestatie in Utrecht, weet ik veel hoe dat heet. Megafestatie. Laten we daar even naar een paar beelden gaan kijken. Alright, hot bands!
Veel? Ja, wat is veel? Op dit moment heb ik weinig tijd gehad omdat ik geld heb verdiend op de bouw. Maar ik denk gemiddeld zo'n 2 keer per week. En dat zal nou iets meer worden. En waar repeteren jullie? Hier dan, in Oeverhem. Het is heel donker? Het is heel donker, ja. Ja. En het gaat nog donkerder worden, want de ramen die gaan straks dicht vanwege het geluid. En de buren die hebben er last van. Dus dan wordt het nog donkerder. En dan moet ik nog even een lamp voor voorzien. Geeft dat nou een echte rocksfeer? Nou, ik speel het lekkerst als ik niks zie. Het is wel een grappig sfeertje.